In een wietsnijd Amsterdam gingen we op ziek naar Wieteke Kramer. Nee, ze is net verhuizen uit de Lemmer en nee, dit is echt net de doorbel van die orenreedrietster Marit Leenstra. Hoi, hey, kom maar. Waar ben we hier nou? Ik ben hier bij een vriendin van mij, Els Murris, in Amsterdam. En ja, hey, University in Amsterdam. En, het is een mooie gelegenheid om mijn koor even op te zieken. Normaal komt ze bij mij te Sjen op de ijsbaan, maar en dan breng ik Jipje. Maar zo pas. Feline hier maakt Kramer bekend dat ze ophoudt met reetrijden om zien verwachting is. Op 4 januari dit jaar bevalt ze van Jip. En al gauw daarna begint ze weer zin te krijgen om het ijs op te gaan. Nou, toen ben ik bij marathonwedstrijd West en toen dacht ik van dit liet het me nog wel wat. Want ik werk al bij Nederlands kampioenschap van de lange baanweg en daar heb ik helemaal geen gevoel meer bij. En dat hiek ik echt net zo heel veel nog meer in. En toen, bij die marathon, dacht ik van... Hij hoort van aandacht. Ja. Nou ja, doe het wel even, ja. Nee, maar toen hiek bij de marathon hiek ik echt een heel goed gevoel en dat boek wordt wel. Kramer riet van de ploeg mkbasics.nl en dat voldocht haar best. Begin deze maand woen ze de marathon van Haaksbergen. Maar het moest allegair van 4 komen, want haar comeback verroen dreeg. Nee. Doe je echt totaal fut. Ik dacht echt van, nou ja, als dit het is, dan moet ik echt wel van 4 komen. En ik heb het in het begin echt wel zwier gehad. En dat voelde me echt wat zin. En toen ik vooral de momenten dat ik met mijn ploegmaten aan het trainen was, dat ik dacht, oh jeetje, mijn niveau is echt wel heel slecht. En dat was echt soms wel echt pittig. Dan moest ik mezelf wel eens even... ik dacht, ja, waar doe ik het nou voor? En maar toen kwamen we in de gymkamer weer op het ijs. En toen dacht ik, oh, nou, ik heb nog wel gevoel op het ijs. Daar denk ik om. En dat wie wel heel hard. Vraag is of de Nederlandse kampioen allround van 2006 haar ek weer jochtje zil op het lange baan rieden. Ik richt me in principe gewoon op de marathon. En ik heb ik net de ambitie om de lange banen. Zeker dit hier net. Misschien dat ik hoor hier nog eens een keer is. Wist ik de nog een 3 kilometer. Maar daar heb ik, die ambitie heb ik nou net. Dus ik hoor het nou bij de marathon. En vooral op het kunstijs, zoals wedstrijden in juni in Amsterdam. Dat is het wedstrijden daar waar ik gewoon het beste eruit herlief. Van het weekend stie in Amsterdam op de Jaap Edenbaan. Dus ik werd een marathon op het programma. Maar het gaat allegair net zoals Kramer in gedachten had. En na 60 rondjes slaagt ze er net in om voorin te komen en ze finisht in de middenmoord. Neem nou even een marathon zoals je hoort. Wat verneemt ze dan nog niet zelf? Nou ja, we hebben drukke weken achter de rug en ik merk wel dat ik best wel toch wel een liefst beetje wurg ben. En op een of andere manier wie iedereen redelijk agressief hield in die wedstrijd. Wie een soort drukken en slaan. En dat voel ik wel lastig. Voor de rest, de omstandigheden waren fantastisch. Ja, dus wat dat betreft hebben we een mooie wedstrijd aan. Ja, dus zei ze van, ik had ook een drukke week gehad. Had dat er ook mooi te maken in het feit dat je dan man bent? Nou ja, het heeft wel een beetje mooi te maken. Maar ik mag absoluut niet klagen. Hè. Ik heb een soort steun van mijn huid en mam en van mijn squanhouders. Dus, nee, ik heb de tijd genoeg en rust genoeg. Maar we hebben natuurlijk periode gehad en dat komt er allemaal bij. Ja, ten oogste hun jong. Jip zit bij de oppas. En hoe gaat het dan dadelijk verder voor jou? Nou ja, als het goed is, laat Jip lekker te sliepen maasen. En ik denk dat ik zal een normale snunt doen. Dan fiets ik uit en dan praat ik nog even over de wedstrijd. En dan gaan we lekker sliepen met een mond en mond om zo'n uur jou wachten. Dan is het, ik ben wekker. Dus dan word je er weer uit.